Vandaag vergelijk ik een 10 euro en 100 euro camera van AliExpress met een professionele 1000 euro camera van Sony. Krijg je een beetje waar voor je geld op AliExpress? Of is het gewoon mega troep? De resultaten zullen je sowieso verbazen. We hebben allemaal wel eens op AliExpress zitten scrollen en dat we dan een prachtig product tegenkwamen. Een nieuwe smartphone voor slechts 100 euro of een nieuwe camera voor maar 100 euro. Maar hoe goed zijn die producten nou eigenlijk van AliExpress? Niemand is zo dom om 100 euro uit te geven aan zoiets. Behalve ik. Ik ga kijken hoe goed die producten van AliExpress zijn. Ik koop een 10 euro variant, een 100 euro variant en ik heb zelf een 1000 euro variant vandaag van de camera. En dit zijn onze deelnemers van vandaag. De eerste die ik had gevonden was een kindercamera. Het is 14 euro of 15 euro. Het was het dichtstbijzijnde van 10 euro. En hij had mega goede ratings. 4.8 met 2259 bestellingen. En laten we eerlijk zijn. Kijk even hoe dit eruit ziet. Dit ziet er toch insane uit. Het heeft ook oortjes, dames en heren. Het heeft stickers die je gewoon tijdens je foto's erop kan gooien. Dit klinkt toch gewoon als de perfecte camera. Laten we eerlijk zijn. Deze heb ik gekocht. Ik weet niet meer welke kleur, want het is een tijd geleden. En ik weet ook niet of ik er iets bij heb gekocht. Maar dat zien we later. Dit is namelijk de 100 euro camera die ik heb gekocht. Deze knoeper. Jeez, hij ziet er in ieder geval professioneel uit. Ik weet niet of het nou groot is of niet. Maar hij heeft een microfoon erop zitten. Een wide angle lens. Om heel eerlijk te zijn. Ik heb die nog niet eens, want voor vloggen is dat super nice om te hebben. En je kan zelfs lieve heersbeestjes fotograferen. Come on, mensen. Je kan op festivals, ja, nou ja, daar hebben we dit jaar niet zo heel veel aan. Wireless, opnemen, wifi-functie. Dit klinkt best wel uitgebreid. Livestreaming, timelapse. Wajo! Ik heb deze dus gekocht. Hij was iets van 110 euro. En toen kreeg ik van de douane nog even 40 euro extra erbij. Dus uiteindelijk is hij 150 euro geworden. So it better be good, okay? Ik hoop dat hij goed is. En dit is de 1000 euro camera van Sony. De Sony RX100 Mark V. Dat is degene die ik nog thuis had liggen. Kost 1000 euro of eigenlijk 1000 euro en 50 euro. Maar laten we het afronden naar 1000 euro. Heb ik vaker gebruikt. Ik moet zeggen, waar ik nu mee film is een nog duurdere camera. Maar ik dacht, laat ik het niet te duur gaan vergelijken. Dit is gewoon echt een topcamera. Gewoon wat je zou willen hebben, denk ik, als vlogger. Natuurlijk kan het altijd duurder en beter. Maar dit is gewoon, voor wat het is, een goede camera. Ik kan zelfs super slow motion, noem maar op. Wij gaan dus de drie camera's met elkaar vergelijken. En daarbij ga ik naar drie dingen kijken. Allereerst, uiterlijk. Hoe ziet hij eruit? Ik bedoel, als een camera oortjes heeft, dan heeft hij al een puntje voor bij mij. Punt 2. Foto's. Hoe zien de foto's eruit? Ik denk dat die redelijk op elkaar kunnen gaan lijken, want video is vaak hetgene waar het op fout gaat. En dat is dan ook het derde onderdeel. Video. Hoe ziet video eruit? Ik neem daarbij ook een beetje audio mee in. En even vooropgesteld, dit is geen professionele review. Dit is gewoon iemand die, weet ik veel, 160 euro uitgeeft aan AliExpress dingen. Ja. Anyways, we starten met ons eerste pakketje. De 10 euro camera. Met hopelijk oortjes. Ik hoop dat die van mij, want ik zag ook dat die versies waren zonder oortjes. Dan heeft hij puntjes tegen. Maar als hij gewoon, oh, ik zie oortjes. Ik zie oortjes. Oh. Oh yeah. Kijk toen eens even. Kijk nou. Wat is dit? Er zit gewoon een siliconen ding omheen, joh. Het is, hè? Oh, het is gewoon een cover-up. Dit is eigenlijk gewoon de camera. Alleen je krijgt dan dus een siliconen item erbij wat je er overheen kan doen. Jammer, ik dacht dat het inbegrepen zat, maar hij is wel hella cute, jongens. Oh, ik denk dat je dit om je nek moet doen. Dan kan hij veilig erop gezet worden. Toch, voor 15 euro meegeleverd. Ik ben best onder de indruk. Dan gaan wij naar de 100 euro camera. Uiteindelijk dus volgens mij meer 150 geworden. Met alle belastingen die ik erbij moest betalen. Dus check it out. Hij is in ieder geval mooi verpakt. Wow. Hij is fancy. Moet je kijken naar de doos. Dit ziet er echt wel mooi uit. Mooie handleiding erbij. Dan hebben we nog een stofdoekie. Oh, dit is de microfoon. Die heb ik blijkbaar ook erbij. Een remote control. What the heck? Oh, dit is een groothoek lens. En nog een tasje erbij. Dit is best wel insane. Voor 100 euro al deze dingen. Zeg maar voor mijn microfoon alleen al, die op de camera daar zit, was meer dan 100 euro. Oh, wow. Hij
ziet er echt sick uit. Oh, en hier heb je dus gewoon de normale lens erop. En hebben we ook nog een groothoeklens erbij gekregen. Die gaan we ook even opladen. En dan de 1000 euro camera. Die heb ik natuurlijk al eerder gekocht. Dit is dus de 1000 euro camera. De RX100 Mark V. Prima, mooi ding. Ik was even vergeten te zeggen dat die 100 euro voelt ook niet goedkoop of zo. Er zit best wel wat metaal en hard plastic op. Hetzelfde als deze. Deze voelt toch wel het meest premium van allemaal. Maar is natuurlijk ook 10 keer zo duur. Ik vind eigenlijk dat ze allemaal sowieso geslaagd zijn op het gebied van uiterlijk. Kindercamera krijgt van mij een 6. Ziet er gewoon leuk uit voor kinderen. Maar is natuurlijk niet echt een echte camera. Voor het geld ziet het er prima uit. Een 6. Deze krijgt van mij denk ik een 7,5. Hij ziet er gewoon ontzettend goed uit. Het enige wat ik net ook merkte is dat als ik de dop eraf haal, dat wel heel goed... Hij gaat opeens aan. Dus hij krijgt een 7,5. Ja, de dop gaat er niet goed op. Dat is wel jammer. Voor de rest ziet hij er mooi uit. En de RX100 die krijgt van mij een... 8,5 of 9. Laten we zeggen een 9. Ik zou niet weten wat er beter aan zou kunnen. Alles voelt super premium. Het is metaal. Het ziet er gewoon goed uit. Het voelt goed. Dus een welverdiende 9. Dan gaan we nu kijken naar wat voor foto's ze kunnen maken. We starten met de 1000 euro camera. Ik denk dat ik het gewoon ga testen door een selfie te doen en de bloemen. De prachtige bloemen te fotograferen in onze tuin. Dus hier gaat de eerste komen. Ik zit nu echt te kijken. Hoe werkt dit? Ik gebruik hem al jaren. Nog steeds geen idee. De selfie, dames en heren. Straks bij de computer even checken. En een mooie landschapfoto. Prachtig. We pakken de 100 euro. De 100 euro camera. Ik heb hem even gedekt met de microfoon die erbij kwam. En check het geluid, jongens. Wauw. Wanneer is de laatste keer dat je ooit met een handycam selfie hebt gemaakt? Oh, dat ziet er echt niet uit, jongen. Deze zit echt heel dicht op mij, als je ziet. Ik heb hem gewoon zo ver mogelijk van me vandaan. En alsnog, whatever, dat hoort erbij. Let's go. Er zit geen SD-kaart in. Wat een geluid. En dan nog even deze prachtige bloemen, dames en heren. Ik had echt gedacht dat het veel mooier zou zijn. We gaan het straks op de PC checken. Ik maak nog even een selfie binnen. Oké. Binnen is het wel echt 10 keer beter. Ik dacht ik ga juist buiten staan, want dan heeft hij veel licht. Nice. Ik bedenk me net dat we voor de 100 euro camera hebben natuurlijk nog een extra lens. Dus ik vind dat we die ook wel moeten meenemen. Ik bedoel, hoe chic is dat, dames en heren? Dit klinkt echt niet goed, dit geluid met lenzen. Kijk nou wat een jukkel. Wow. Maar nu ben ik wel benieuwd hoe ver die van me vandaan zit. Oké, dit is wel beter, moet ik zeggen. Het ziet er alsnog niet uit buiten, dus we maken hier een foto. En van de bloemetjes. En nog eentje binnen. Het lijkt nu alsof het gewoon meer normaal is geworden. Als je kijkt naar hoe ver die vandaan zit. En daar staat een beetje de echte filmer. Toppie. En natuurlijk de 10 euro variant. Wow. Beautiful. Nu ben ik wel benieuwd hoe die opstart. Ik heb hem net opgeladen. Oh my god. We hebben gewoon een menu. Oh, we hebben games. We hebben gewoon Snake en Tetris. Woehoe! Alright, maar we zijn hier voor de foto's, let's be real. Oké. Dit ziet er eigenlijk best prima uit. Het enige jammer is dat ik geen idee heb hoe ik zit. Kan jij kijken? Oh, top! Is hij zo goed? Hij is helemaal top. Alright, komt-ie. Oh, dat ziet er niet eens heel slecht uit. Dit is betere belichting dan die ander. En dan pakken we hier nog even... Allright, ik ben echt heel benieuwd hoe dit er op de PC uitziet. Tijd om op de PC te kijken. Kijk, 1000 euro camera. Prachtig, hè, jongen. My god, wat een prachtige vent. Foto's zien er gewoon eigenlijk top uit. Laten we eerlijk zijn. Oeh, donker. Dat deed hij niet goed. Of ik heb bewogen. Sowieso. Ik denk dat ik aan het bewegen ben, want ik lachte elke keer op de foto. En hier ben ik niet aan het lachen. Oké. 1000 euro. Dit is de maatstaf, jongens. Vanaf hier gaan we kijken naar de 100 euro. We hadden natuurlijk eerst de 100 euro zonder groothoek. Oh my god. Alles is scherp. Ja, ook hier. Hij is wel iets beter qua scherpstellen, maar alsnog... Laten we even trouwens vooropstellen. De 1000 euro camera is 10 keer duurder, hè? Ja, ook weer bewogen. Je zou denken dat het is mijn baan, nou 7 jaar YouTuber, maar het gaat nog niet zo goed. En dan hebben we hier de groothoek. Oh, dit is al iets beter, iets minder bewogen. Ja, het is geen mega fancy camera, maar daar betaal je er ook niet voor. En dan te bedenken dat er ook touchscreen en alles op zit, niet heel slecht, 100 euro camera. En dan natuurlijk de crème de la crème. De 10 euro camera. Oh boy, oh dat ziet er cute uit. Dit is echt net zoals dat je van die filters kan hebben, dat het gewoon weer hip is om de foto er ouder uit te laten zien. Hij is wel mega ingezoomd. Ook dit.
Nou, 10 euro, 15 euro. Dit ding. En dan die foto's. En je kan er Snake op spelen. En ja, nou ja, kijk, dit is ook. Zoals ik al zei, het is meer een beetje een stijl die je zou kunnen aannemen. Oh ja, ik moet ze een cijfer geven. Ja, buiten krijgt de 1000 euro camera een 8. Ik denk deze een 9. Dit vind ik een onvoldoende. Dus ik pak hem eigenlijk in midden op een 7, 7,5. Vergeet niet, je betaalt er 1000 euro voor, hè. 100 euro, we pakken een groothoek. Kijk, ja. Nou ja, zoals ik al zei, je kan alles goed zien. Detail is er. Ja, het is overexposed. Maar je ziet best wel veel detail van alle planten, noem maar op. Voor 100 euro vind ik dit echt wel voldoende. Dus ik geef hem misschien zelfs hoger. Ik vind dit echt wel voor 100 euro. Zit ik wel een beetje aan een 8 te denken. Want ik vind het echt gewoon goed te uitzien voor wat je ervoor betaalt. En hetzelfde denk ik voor de 10 euro camera. Ik bedoel, tuurlijk, het is niet zo mooi als een iPhone, maar daar betaal je ook grof geld voor. Maar voor een 10 euro en je kan er Snake op spelen en alles erbij, vind ik dit meer dan voldoende ook. Hij is niet eens heel erg overbelicht. Want ik heb altijd, omdat ik ja, nogal licht ben, altijd overbelicht ben. Maar ook hier compenseert hij echt wel goed met de kleuren. Ik geef de nacht tijd om te vloggen. Ik ga met jullie samen de vlogs kijken. En mocht jullie het trouwens leuk vinden, moet ik dit vaker doen. Bijvoorbeeld met een smartphone of zo. Smash dan even dat duimpje omhoog. Laten we kijken of we de 5000 likes kunnen halen. En abonneer ook alsjeblieft eventjes als je dit soort video's leuk vindt. Dit soort video's worden door YouTube al een beetje ondergeschoven. Dus als je zou willen abonneren met het belletje aan, dat je in ieder geval op de hoogte blijft, dan zou ik dat super vet vinden. Alright, nu ben ik aan het vloggen op de 1000 euro camera. Het fijne aan deze camera is dat ik hier een schermpje heb en precies kan zien. Kijk trouwens even naar de achtergrond. Mooi geblurred. Dit is wel echt top. Ziet er goed uit. Audio hoor jij nu als het goed is. Audio vind ik ook best prima, want het is geen gerichte microfoon. Het zijn gewoon de microfoontjes die hier bovenop zitten. Ja, dit zou gewoon natuurlijk een prima opname moeten zijn. Dit zou een topopname moeten zijn. I don't know. I like it. Hij is niet één keer uit focus gegaan. Ik bedoel, daarvoor heb ik hem natuurlijk ook gekocht toen de tijd. Dit is wat je wil als je het geld eraan uitgeeft. Is dit gewoon het kwaliteit dat je wil. Dus laten we gewoon zeggen dat het een 9 is. Toch? Gaan we naar de 10 euro's. Oh, ik ben benieuwd. Hij heeft een soort van rare mozaïek. Zie je dat? Als je inzoomt, dan zie je dat het gewoon mijn haartjes, je ziet ze niet individueel. Dat had je bij de andere vlog wel. Nou, het klinkt op zich wel redelijk goed. Wat ik hier zie, ziet niet eens heel slecht eruit. Ja, niet eens heel slecht zoals ik zeg in de vlog. Je ziet hier wel, als ik bijvoorbeeld stop zet, zie je dat mijn vingers gewoon nog blijft gewoon door de lage framerate blijft iets achterhangen. Voor het feit dat de videocamera is en 100 euro, had het wel beter mogen zijn. Het is een voldoende. Ik ben niet verrast. Ik ben ook niet teleurgesteld. Ik had gehoopt dat hij me een beetje zou verrassen, maar dat heeft hij niet gedaan. Ik zit trouwens ook te denken, ik ga natuurlijk deze camera's niet gebruiken omdat ik veel te dure andere dingen heb. Dus ik ga ze denk ik weggeven via Instagram. Als je me nog niet volgt, @WouterVDVaart. Volg me eventjes en dan zie je wel in de stories of een dedicated post dat ik ze weggeef. Ik weet zeker dat ik iemand met deze blij kan maken. Let's be real. Die andere is eigenlijk ook prima. Ze zijn gewoon prima camera's voor het geld. We gaan naar de 10 euro camera. Let's go. Ik zie alleen mijn ogen. Dat voorspelt niet veel goed. Lekker onderkinnetje. Oh. En dan natuurlijk de 10 euro camera. Ik de zou 10 euro camera. Is het te zien? Kan je zien dat het 10 euro camera is? Ik heb geen scherm om mezelf te zien. Dat is vaak met vloggen. Wel fijn te hebben. Nou ja, kijk. Dit is perfect, zoals ik al zei, voor als je dit aan je kind geeft. Er zit siliconen op, dus hij kan niet kapot vallen. Er kan Snake gespeeld op worden. Het is een leuk dingetje, maar laten we eerlijk zijn. Dit is ja, dit heeft niet echt vlogpotential. Ik weet niet of Enzo deze camera binnenkort gaat kopen. Wie weet wel, dan moet hij maar een berichtje sturen. Kan je hem checken. Leuk voor de 10 euro. Ik geef het een 6 of een 7. Ja, nee, ik geef het eigenlijk gewoon een 7. Want het is hartstikke leuk voor de 10, 15 euro wat het kost. Ik hoop dat jullie deze vergelijking leuk vonden. Laat even weten wat jullie van de camera's vinden. Welke heeft jullie verrast en waarom? En check ook deze andere video die ik heb gedaan op mijn kanaal. Klik er eventjes op. Geef daar wat liefde. En ik zie jullie de volgende keer bij een nieuwe video. Tot dan, mensen. Ciao.